het coronavirus. Het raakt ons allemaal. Mensen hamsteren bij de supermarkt. Hopelijk doen ze dat nu niet meer. Maar wat betekent het voor de voedselbank? Ik ga Sabine bellen en vragen, ja, hoe het met haar gaat. Hoe is het met je? Het is sinds vorige week is het eigenlijk een gekkenhuis. En iedereen die belt me op en die is opgestuurd en die zegt van, ga je sluiten? Want ik hoor dat voedselbanken aan het sluiten zijn. Nou, dan mag ik niet sluiten. Zolang er niet een verplichte sluiting komt uit de overheid, gaan wij dus niet sluiten. Dat is goed om te horen. Er wordt natuurlijk flink gehamsterd. Hebben jullie nog wel genoeg voedsel voor de voedselbank? Nou, ik heb altijd gezegd dat Leidsrijn de beste wijk is om in te wonen. Dat klopt dus ook echt. Bewoners, bedrijven, kerken hebben massaal gesteund. Dus we hebben echt heel goed gevulde pakketten. Ik weet niet of je het zo goed kunt zien. Ik zal het. Het zijn echt toppakketten. We zijn er ook super blij mee. We weten alleen maar niet wat er nog verder gaat gebeuren. Omdat, stel je voor dat ze zeggen, we zetten alles op slot. En wat gebeurt er dan met onze mensen? Maar er gebeuren heel veel gekke dingen. Maar volgens mij gebeuren er ook mooie dingen nu. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ontroerd. Maar ook zoveel warmte en zoveel liefde. Ik ben overspoeld door allerlei vragen en aanbiedingen van mensen. Moeten we je komen helpen? Moeten we eten voor je brengen? Het is zo massaal dat ik van het weekend echt de telefoon uit heb moeten zetten. Want ik denk, ik kan al die telefoontjes ook gewoon niet meer aan. Het was zo veel. Iedereen wil wat doen. Nu zag ik wel een oproep van jou voor vrijwilligers. Maar volgens mij is het niet meer nodig. Nee, ik heb nu gezegd van ook omdat in de pand, we mogen niet te veel mensen op elkaar hebben. We moeten echt de 1,5 meter moeten we gewoon aanhouden. En we willen echt alleen werken met een x-aantal mensen. We hebben morgen tijdens het verdelen wordt het ook allemaal met krijtstrepen, met linten wordt het ook aangegeven dat mensen gewoon afstand moeten houden. Hou afstand van elkaar en mensen moeten gelijk op hun pakket pakken en weggaan. En mensen die het niet kunnen ophalen, die ziek zijn of die om wat voor reden dan ook niet kunnen komen, daar wordt het voor bezorgd. En hoe kunnen die mensen jou bereiken? Gewoon via het telefoonnummer van de voedselbank of via onze e-mail. Het liefst via de e-mail, want de telefoon, ja, daar word ik plat op gebeld. Maar dan zeg ik, het zijn ook heel veel aanbiedingen. Mensen komen bezorgen producten hier bij ons en gaan weer weg. Ze leggen het buiten op de tafel neer. We zien vaak niet eens wie het is. Nee. Het is echt uniek. Wil jij nog iets aan de mensen vertellen? Ik wil aan de mensen vertellen, dank je wel voor het massale steun. Ik kan niet genoeg mijn dankbaarheid tonen dat in zulke tijden mensen ook rekening houden met anderen. In Leidsrijn kom ik heel veel lieve mensen tegen. We houden hier echt rekening met elkaar en we zorgen ook echt hier voor elkaar. Dus ja, ik zou zeggen, vooral door blijven gaan met waarmee we bezig zijn. Dus goed voor elkaar zijn, zorgen, maar ook goed voor jezelf zorgen. En ja, laten we ons alsjeblieft houden aan wat de medici en de wetenschap en wat onze regering zegt. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek, maar ook voor al je mooie werk. Pas goed op jezelf. Heel veel liefs van mij. Doei doei. Dankjewel.